Oh, ik ben geland in Oslo. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we dinsdag. En vandaag vertrek ik op reis naar Oslo. Maar eerst gaan werken. Ik zie jullie pas later weer vandaag. Dit was trouwens de tekening van gisteren op mijn flowkalender. Oei, ik heb hem gescheurd. En dit is de tekening van vandaag. Dus rond het sterrenbeeld vissen. Zo. Dit is mijn outfit. Om nog één dag te gaan werken en daarna op reis te vertrekken. En nu ga ik me klaarmaken om op reis te vertrekken. Want ik kom niet meer naar huis na mijn werk. En ik ga met de belbus naar mijn werk. Hallo, het is nu 5 uur en ik zit op de trein naar Brussels Airport. Ik ga net beginnen met het bewerken van vlogs op de trein naar Kortrijk. Ik heb gewoon gelezen omdat dat maar een half uurtje was en ik dacht zo van nu ga ik echt mijn laptop niet uithalen. Maar nu heb ik wel wat tijd om eraan te werken. Mijn werkdag was trouwens super tof en ik een goed afscheid voor een paar dagen. En ik ben terug verlengd geweest, dus dat is echt heerlijk. Tot maart nu. Tot midden, ja, 20 maart of zo. En dan weet ik weer iets. Beste reizigers. Net kwam de conducteur langs om mijn ticketje te controleren en ik was echt zo hard verschoten. Ik zit namelijk alleen in een coupon. En ik was bezig met het editen van vlogs en opeens stond ze achter me en ik was echt zo hard verschoten. Maar alles is goed, ik leef nog. Ik heb daar straks ook een paar TikToks gemaakt in de trein, want dat is natuurlijk het voordeel als je alleen in een coupon zit, dat je gewoon volop TikToks kan maken. Eerst van de hand Brussel-Noord. Hey, ik heb net 4 vlogs edit sinds ik uit Kortrijk vertrok, dus eigenlijk niet net, want we zijn al eventjes onderweg. De volgende halt is Brussel Noord en dan is Brussel Airport. Maar ik denk dat ik nu ga stoppen met het editen van de vlog, zodat ze nog allemaal kunnen renderen voordat we op Brussel Airport zijn. Want anders krijg ik miserie met mijn harde schijf, want al mijn vlogbeelden staan op mijn harde schijf. En als ik hem nu gewoon loskoppel, ga ik hem niet opdoen. Maar ik ga nu een podcast luisteren ofzo. Ik ben nu aan het luisteren naar de 10 meest gekoelde vragen over Eline de Munk. Dat is een podcast van Q-Music. Wat een heerlijke lekstoel op Brussels Airlines. Oh, jammer dat ze al het inschip aan het inchecken zijn of zoiets. Maar zo moet ik even blijven liggen. Het is wel een hele wandeling naar hier, want er zit een A72 en dat is het laatste A-nummer. Allee, we hebben ook nog A74, maar dat is het ding ernaast. We gaan door met een flight condition and cost check. Hallo, ik ben geland in Oslo. Ik heb een treinticketje voor mijn trein hier uit het station van Oslo. Maar ik heb hem uiteraard gemist. Mijn trein, ik had nog een minuutje om van boven naar beneden te geraken en ik had ook niet veel zin om te lopen. Er ligt trouwens een mooi laagje sneeuw in Oslo. Ik was aan het twijfelen, want op de Terminek waar dat de vliegtuig landen lag er uiteraard die sneeuw. Maar ik zag zo wel een stukje sneeuw aan de zijkant en het ligt effectief ook gewoon sneeuw buiten. Dat is wel cool. En er straks had ik een super irritante Duitser naast mij. Want ik zat aan de hang en hij aan
het raam. En hij moest de hele tijd over het weer wandelen. Echt irritant. Het is hier wel een beetje koud, maar je kan natuurlijk niet verwachten dat je in de winter in Oslo toekomt om 10:20 na 11 s'avonds, omdat het gewoon lekker warm is. En je kan geen sneeuw halen met 40 graden. Want dan was het in België 14 graden. En hier is het nu, ik weet het eigenlijk niet hoe koud het hier nu is, maar redelijk koud.